Welkom bij dit maandelijks gesprek met burgemeester Henrik Lemfrink. Het is juni en nog steeds gaat het veel over corona. Maar we hebben ook met de nodige versoepelingen te maken en dat geeft hoop op een mooie zomer. Maar ook op de viering van 3 oktober, zoals we dat misschien wel een beetje gewend waren. Daar gaan we het over hebben. Maar het gaat niet alleen over corona, want dit weekend kwam er een 7-jarig meisje om het leven bij een ernstig ongeluk in de Steenstraat. En daar wil ik het als eerste met u over hebben. Goedendag, burgemeester Henrik Lemfrink. Wat doet dat met de stad? Er is een markt gaande, er ontstaat een ongeluk daar, daar komt een meisje bij om het leven. Veel mensen hebben dat zien gebeuren. Wat betekent dat voor de stad? Nou, we hebben het dit weekend gezien. Er zijn zoveel mensen die enorm aangedaan zijn door datgene wat er gebeurde. Allereerst natuurlijk de mensen die dichtbij waren, die het zagen gebeuren. Maar het bericht, dat heeft heel veel mensen geschokt. Het wordt je koud om het hart als je dat ziet. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Zeker mensen die eigen kinderen hebben, die kunnen zich voorstellen wat er gebeurt met de ouders als je dat meemaakt. En dan moeten we nog weten dat die ouders het allemaal zelf hebben zien gebeuren. Die hebben het voor hun ogen gezien. Die impact is enorm. Ik heb gisteren zelf een lang gesprek gehad met de ouders. En ja, het is eigenlijk het moeilijkste gesprek dat ik ooit heb moeten voeren. Het gebeurt je als burgemeester wel vaker dat je moeilijke gesprekken hebt met mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt. Ook het verliezen van de naaste. Dit was denk ik nog wel heftiger dan de vorige voorbeelden die ik heb meegemaakt. Waar gaat dat dan over? Waar zit het dan in dat dit zo'n moeilijk gesprek was? Nou, eigenlijk misschien wel omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Dat ze het zelf allemaal hebben gezien. En dat ze alleen zijn in dit land. Dat ze geen familieleden hier hebben. Nog wel een paar vrienden en kennissen, geen familieleden. En ja, je bent gewend als je rouwt om dat met je naasten te doen. Als die er niet zijn, dan voel je je extra alleen. En hulpeloos. Kinderen waren heel belangrijk voor hun. Ze zitten natuurlijk met ontzettend veel vragen, praktische vragen. Maar eigenlijk is het intense verdriet het meest duidelijke. En ja, dat... Ik heb er gisteren ook de hele dag met een knoop in mijn maag gezeten. Voor het gesprek, maar vooral na het gesprek. Ja. Want het emotioneert u ook? Ja, zeker. Ja. Wat kunt u dan voor deze mensen doen als u in zo'n gesprek zit? Ja, eigenlijk alleen maar luisteren. En ze aanbieden om te helpen bij de vragen die ze hebben. Vragen over ouders, schoonouders vanuit... het land van herkomst hier naartoe kunnen komen en of ik daarbij kan helpen om dat te versnellen. Want dat type vragen zitten eraan vast. En voor de rest probeer je er zoveel mogelijk te zijn om ze te helpen bij allerlei vragen die ze hebben. Ze zitten in een vreemd land, weten ook niet altijd hoe het gaat. Dus ze hebben ook nog heel veel praktische vragen. Maar dat probeer je natuurlijk zo goed mogelijk hen te ondersteunen. Ja. Al snel kwam inderdaad, wat ik net zei, ook het bericht dat heel veel mensen daaromheen dat gezien hebben. Er was markt gaande. Er werd ook meteen slachtofferhulp aangeboden. Hoe ziet dat eruit voor de mensen die dat ook hebben meegemaakt? Wat zijn de mogelijkheden voor die mensen? Ja, slachtofferhulp is absoluut mogelijk. Er zijn mensen die getraind zijn om mensen te helpen in dit soort situaties. Om hun beelden te verwerken, om hun emoties te verwerken. En ja, dat kan heel nuttig zijn. Maar niet iedereen heeft daar behoefte aan, dat weten we ook. Ja. U bent burgemeester van de stad waarin naast ja, emotie en dat leed, dat u dan in het klein, zeg ik maar zo, bij de familie, dat hele persoonlijke leed ziet. Dat er ook direct allerlei politieke vragen komen van mensen die oproepen doen. Van ja, waarom heeft de gemeente niks aan die verkeerssituatie daar gedaan? Waarom kan dit überhaupt gebeuren in zo'n drukke straat met allerlei bussen? Hoe luistert u daar naar dat soort vragen nu? Maar kijk, je moet het allemaal een tijd geven en dat moet je een beetje achter elkaar schakelen. Het is altijd goed om over dat soort onderwerpen te praten, maar laten we nu eerst even focussen op het verdriet zelf, op het verwerken daarvan. Laten we ook afwachten wat de politie naar boven brengt in het kader van het onderzoek dat zij aan het uitvoeren zijn. Dat moet je eerst doen. Overigens, bij de verkeerssituatie hier die ontstaan is na het besluit om de markt naar de beestenmarkt, en de lammenmarkt te brengen, is er een verkeersplan gemaakt. Daar is ook wel goed naar gekeken. Er waren ook
verkeersregelaars die ervoor zorgden dat het is te krap om de bussen elkaar goed te laten passeren. Dat dat één voor één gebeurde, dus dat het op een goede manier zou lopen. Heeft ook al die tijd goed gewerkt. Maar in zijn algemeenheid speelt toch dat in een stad als Leiden met hele krappe openbare ruimte. En als het druk is, ja, neemt het gevaar toe. Dat is in zijn algemeenheid al zo. En ja, dat merk je hier natuurlijk ook. Ziet u aanleiding om daar nu extra scherp naar te kijken? Want er is een ernstig ongeluk. Dan is er natuurlijk altijd de roep van, hoe kan dat nou gebeuren? Het is ook een andere verkeerssituatie dan we de afgelopen 20, 30 jaar, nou dat is overdreven, maar van de afgelopen jaren gewend zijn. Is daar aanleiding om daar opnieuw naar te kijken nu? Nou, je moet eerst even precies kijken wat de oorzaken zijn. En laten we dat politieonderzoek even afwachten. Dat is denk ik de basis. Ik denk dat de kern is dat je altijd in het verkeer zeker risico loopt. En helaas hebben we ieder jaar een aantal ernstige slachtoffers in het verkeer. En ja, dat betekent niet altijd dat na zo'n slachtoffer de verkeerssituatie direct veranderd moet worden. Dat is ook geen doen. Daar zijn er ook te veel voor in de stad en in ons land. Maar we kijken altijd wel wanneer ergens veel ongelukken zijn, of dat ook samenhangt met de verkeerssituatie. En als dat het geval is, dan passen we die ook wel aan. Hetgeen overigens niet altijd betekent dat het dan ook opgelost wordt. Want het is voor een belangrijk deel ook gedrag van mensen. En dat kun je met de inrichtingen niet altijd veranderen. Maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te doen. Gelukkig zien we in Nederland ook wel dat in de loop der jaren het aantal slachtoffers ook afgenomen is. Ja. Er ligt nu een bloemenmonument op de Beestenmarkt bij de Steenstraat. Gaat u daar zelf nog naartoe? Is daar nog een moment ook dat er iets met de stad nog herdacht wordt? Nou ja, dat is een van de dingen waar we het wel over moeten hebben. Maar ik vind het heel belangrijk om te horen hoe de familie daar zelf over denkt. Het is voor de stad belangrijk, maar zij moeten zelf daar ook een goed gevoel bij hebben. De familie is nu vooral met het eigen verdriet bezig en ik vind dat we ze dat even moeten gunnen. Zoals ik net zei, er is ook nog een dagelijkse praktijk en die gaat vooral over corona nog steeds. Er wordt gevaccineerd, u bent aan de beurt geweest, bent u ook langs gegaan? Zeker, ik heb net vorige week vrijdag mijn tweede prik gehad. Dus als het allemaal goed is ingedaald, dan ben ik volledig gevaccineerd. Ja, en wat betekent dat dan nu? Voor u als persoon wellicht iets, maar ook als er straks steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zijn we dan ook af van de coronamaatregelen? Want daar zei een van de jongen over, ja, vanaf september dan kunnen we misschien wel terug naar normaal. Ja, dat zou heel fijn zijn als dat zo is. Er wordt sterk nagedacht om mensen die gevaccineerd zijn via een soort COVID-kaart de gelegenheid te geven om allerlei activiteiten weer te kunnen doen die zonder niet kunnen. Dat kan ook gelden voor mensen die COVID gehad hebben en hersteld zijn, want dan heb je ook een soortgelijke bescherming. En daarnaast, als je dat niet hebt, zou je dus steeds een soort toegangstest moeten doen. En door die combinatie kun je wel weer veel dingen organiseren, zoals de vorige tijd ook organiseren. Dat verwacht ik althans. Maar zeker weten, vanaf september dat nog steeds die bewijzen nodig blijven? Is dat echt voor die overbruggingsperiode? Want u heeft eerder ook wel gezegd, we krijgen geen testsamenleving waarbij iedereen maar elke keer moet bewijzen dat hij geen corona heeft. Nee, dat zou verschrikkelijk zijn als dat zo is. Dus ik denk dat er wel een moment komt dat we dat afschalen. Maar zeker weten doen we dat niet. We moeten dat ook nog even afwachten. We hebben nu wel de bewijzen dat die vaccinaties wel helpen, want we zien het aantal besmettingen heel snel dalen. Dat is één. En het feit dat het mooi weer is, helpt natuurlijk ook in combinatie daarmee. Dus we hopen dat we dan weer tot hele lage cijfers komen. En dat we in combinatie met het feit dat veel mensen gevaccineerd zijn, niet zo'n hele sterke opleving van het virus in het najaar weer zullen meemaken. Maar wat het kabinet gaat besluiten rond het opheffen van de maatregelen, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook nog niet helemaal. Ik heb de minister ook gehoord. Dus wij denken natuurlijk ook na, zeker over 3 oktober en dergelijke, wat kunnen we dan? Zijn er dan nog beperkingen? Moet je bij wijze van spreken nog iets van een toegang organiseren?
waarbij mensen moeten laten zien dat ze of beschermd zijn via vaccinatie of herstelbewijs of een toegangstest hebben gedaan. Of is dat niet nodig? Dat is belangrijk om te weten, omdat dat verschillende betekenissen heeft. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de vraag, hoe gaat het praktisch georganiseerd worden? De 3 oktobervereniging organiseert van alles, maar de horeca heeft ook altijd van alles georganiseerd. En ja, die hebben in 2019 al eens gezegd, wij willen het niet meer op de manier doen zoals wij dat steeds gedaan hebben. Ja, want laten we daar even naartoe gaan. 3 oktober, er kwam 2 jaar geleden een rapport uit waarin stond, de drukte op de Nieuwe Rijn is veel te groot, dat is onhoudbaar, daar moet misschien 1 organisator komen. En toen hebben we een jaar gehad met hekken om het Nieuwe Rijngebied. Dat heeft u vorig jaar niet verder kunnen testen, want toen was er geen grootschalige 3 oktober viering. Waar zet u dit jaar op in? Nou ja, die vraag die was er dus. Hoe gaan we dat nu doen? En we hadden al eerder gezegd, dan kiezen wij een soort stedelijke regisseur die het feest organiseert. Maar het lastige is nu dat wij ook niet 100% weten wat kan en wat niet kan. Dus je moet nu eigenlijk al lang beginnen met de voorbereiding van dat feest. Terwijl we tegelijkertijd niet helemaal zeker weten wat er kan. Er zijn ook wel wat stemmen die zeggen, ja, dan moet je misschien een tikje kleiner organiseren, om eens te kijken of dat gaat. Met wat terrassen, iedereen zijn eigen terras bezet, bij wijze van spreken. Geen grote boot, pontons op het terrein. Beetje terug naar voor de tijd dat we met die grote pontons werkten. Toen het ook een geweldig feest was, moeten we ons realiseren. Maar daar zaten ook heel veel vragen aan vast. Hoe zorg je ervoor dat het op bepaalde plekken dan niet te druk wordt? Mm-hmm. Als iedereen wat muziek gaat organiseren, was toen het probleem dat die muziek tegen elkaar harder werd. En dat was ook voor mensen in de stad niet goed vol te houden. Dus daar zijn allemaal wel maatregelen op getroffen. Dus dit soort vragen zitten daar ook aan vast. We weten het eerlijk gezegd nog niet 100%. Nee. We hebben wel een idee welke kant we op gaan. Maar de knopen daarover zijn nog niet doorgehakt. We hebben het ook even bij de gemeenteraad neergelegd en het college gepeild. We hebben er met de horeca over gesproken. Binnenkort praten we erover met de 3 oktober vereniging. Het grootste vraagstuk zit op dit moment aan de kant van de feesten en de horeca. Minder op de plek van de traditionele activiteiten die de 3 oktober vereniging doet. Al zijn daar ook wel vragen nog steeds. En bij de gemeenteraad opperde u bijvoorbeeld een tienerfeest, een jeugdfeest buiten de stad. Of een afgelegen of wat minder overlastgevende locatie. Is dat concreet al? Ja, dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij. Want met alleen terrassen kom je er waarschijnlijk ook niet. Ja. Dus je zult wel iets extra's moeten organiseren. En waar, dat is nog een serieuze vraag. En ook voor welke doelgroep nu precies. Wordt het een frisfeest of wordt het een feest voor jongeren, pak een beetje tot een jaar of 30. Ja. Dat type vragen moeten we nog een knoop over doorhakken. Is dit nu tijdelijk of ziet u er ook wel iets in om op deze manier te zoeken naar een vaste nieuwe vorm voor 3 oktober? Ja, is denk ik nu nog te vroeg om daar een conclusie uit te trekken. Het zou mooi zijn als we de ervaringen van deze keer mee kunnen nemen om vervolgens dan een keuze voor het jaar erop te maken. We hebben nu vooral heel veel vragen. We weten nog niet precies welke regels er gelden. We weten dat de laatste keer dat het feest echt georganiseerd is, dat het best wel behoorlijk gevaarlijk werd rondom het centrale feestterrein. We hebben gezien dat de ondernemers die dat organiseerden het te riskant vinden om zelf het risico te nemen. Het zijn allemaal ingrediënten die zeggen, dat maakt het hartstikke moeilijk om nu een keuze te maken. En als we nu iets uitproberen, is het ook wel een beetje uitproberen. Dus laten we dat ook vooral doen en niet vooruitlopen op wat je dan daarna doet. Ja. Wat er goed gaat, kun je misschien meenemen. En als er iets niet goed gaat, dan moet je bijsturen. Waren de hekken rond het nieuwe Rijnterrein niet goed en heeft u die dus niet meegenomen? Die hekken waren belangrijk om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen binnen het terrein kwamen. En dat is wel redelijk goed gelukt. Al hebben we wel gemerkt dat als je het terrein heel groot maakt, dat het dan op een deel van het terrein toch nog wel behoorlijk druk kan zijn. Maar toch was dat goed te reguleren. Maar je zag dat het terrein zo populair was, dat ook de mensen die daar vlak buiten zaten heel graag naar binnen wilden. En als die groep te groot wordt, dan komt de druk op het hekkensysteem en is het ook voor de beveiliging heel moeilijk om alles onder controle te houden. Maar komen ze dan nog terug, die hekken?
Ja, dat kun je eigenlijk niet zo goed zeggen op dit moment hierdoor, omdat wij ook die knoop nog niet hebben doorgehakt, wat we precies gaan doen. We hebben gezien dat hacken ook zo zijn nadelen hebben. En eigenlijk past het ook niet zo goed bij het karakter van een feest, wat een open evenement is. Een open feest waar iedereen overal naartoe kan. Dat is ook het mooie van het feest. En ik hoop dat we dat ook kunnen doen zonder hacken. Maar tegelijkertijd zien we ook hoe gevaarlijk het kan zijn als een hele grote menigte op een te kleine oppervlakte komt. En met hacken heb je wel de mogelijkheid om te selecteren en om te zeggen, nu komen er geen mensen meer bij. En zonder hacken is dat niet het geval. Dus dan moet je denken, hebben we dan nog andere instrumenten om dat te doen? Nou, daar zijn we nu aan het voorbereiden. En dat is die discussie die zal de komende anderhalve maand, twee maanden nog wel gevoerd worden. Even terug naar de actualiteit, want er komt een EK voetbal aan. Er is een discussie tussen u en uw collega burgemeesters in de landen. Ja, moet je nou die grote schermen in de stad zetten? Of middelgrote schermen op heel veel plekken? Of juist helemaal niks? Hoe staat u daarin? Nou, het is duidelijk dat op de korte termijn mogen er geen schermen. Ook niet op terrassen. Persoonlijk ben ik van mening dat dat op termijn een goede oplossing zou zijn. Om per terras een scherm te hebben. Niet naar de openbare ruimte gericht, zodat niet mensen in de omgeving gaan blijven staan en daar een soort evenementje gaat ontstaan. Dat lijkt me nog vrij lastig, toch? Want terrassen liggen vaak aan de openbare ruimte. Jawel, maar je kunt ook natuurlijk de achterkant van het scherm naar de openbare ruimte keren. Dus dat is op zich nog wel mogelijk. Ik denk dat dat goed zou zijn. Dan kan ook iedereen ervoor zorgen dat de afstand nog bewaard wordt. Heb je veel mensen die daar toezicht op hebben. En zijn er niet te veel mensen op dezelfde plek. Dus dat is denk ik goed te doen. Ik hoop dat we die kant op gaan. Hele grote schermen met hele grote mensenmenigten zie ik eigenlijk bij dit EK niet gebeuren. Geen feest op de Lammermarkt? Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee. Dus ik denk dat als dat zo is, dan zullen dat wel meer kleinschalige oplossingen zijn. En ik denk dat dat ook mooi is. Ja, waarom moeten we daar eigenlijk landelijk over besluiten? Want ja, het gaat ook over iets dat gewoon over de gemeente gaat en u bent hier de baas. Eigenlijk gaat dit over de COVID-regels. En in die COVID-regels staat nu heel expliciet dat op terrassen niet georganiseerd mag worden. Dus wil je dat wel zo is, dan moet je het kabinet ervan overtuigen dat ze die regels aanpassen. Dus daarom is het een landelijke discussie. Ja. En lukt dat u om ze te overtuigen? Want ik hoor meer burgemeesters die zeggen, ja, sta dat nou toe. Ja, we hebben de afgelopen keer goed over gesproken. En de minister is in die zin wat opgeschoven dat hij heeft gezegd van laten we nou de eerste twee wedstrijden even afwachten. En laten we daarna die discussie voeren. Dan weet je ook wat meer over de ontwikkeling van de cijfers. Dus dat is wel goed. En bovendien, ja, die wedstrijden beginnen allemaal om 9:00, de mooie wedstrijden. En de horeca moest toch om 10:00 dicht. Dus dan kun je toch een hele wedstrijd zien. Dus voor de eerstkomende wedstrijden zou dat misschien nog wel acceptabel zijn. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat we daarna de lijn opgaan dat we weer wat meer mogen. Ik denk dat iedereen dat fijn zal vinden. Tot slot nog een vraag die in de mail binnenkwam. Loopt u wel eens door een park en ziet u hoe rommelig het daar is eigenlijk? Ik loop best vaak door een park, kan ik zeggen. En je merkt gewoon dat, ook hier zagen we dat de druk op de openbare ruimte tijdens de COVID-periode heel groot is geweest. En als er heel erg veel mensen ergens gebruik van maken, ja, dan laat er ook rommel achter. En dat betekent dat er heel hard gewerkt wordt om er iedere keer weer op te ruimen. Mij valt overigens persoonlijk op dat eigenlijk nog wel meevalt. Dus dat die rommel niet eens zo heel erg groot is. We hebben overigens waar het echt te erg was ook extra maatregelen getroffen. In het Singelpark zijn we veel strenger. Met alcohol, met groepsvorming, met versterkte muziek. Dat heeft heel erg geholpen. We hebben de afgelopen tijd ook gezien dat het niet meer zo'n probleem was als die periode daarvoor. En dan helpt soms zo'n verbod op alcohol en versterkte muziek ook tegen andere dingen. Want wanneer je, wanneer het naar jouw eigen ogen minder gezellig is. En dan ga je misschien niet naartoe en dan helpt dat ook een beetje. Zou je niet gewoon wat meer afvalbakken nog moeten plaatsen in de parken om de parken een beetje mooi te houden? Er wordt ook heel veel schoongemaakt. Er staat ook best veel aan prullenbakken en dergelijke. Dus ik denk eerlijk gezegd dat daar niet zo direct aan ligt. Als de samenleving meer mogelijk, meer open is en er meer mogelijk wordt gemaakt, dan verwacht ik dat het zich allemaal weer een beetje beter gaat spreiden.
En dat we dit effect ook iets minder goed zien. Dank u wel. Volgende maand laatste gesprek voor de vakantie. En dan kijkt ook iedereen denk ik wel uit naar die vakantie. Dit gesprek dat wordt herhaald op Zuiderstad TV deze week. En is natuurlijk ook terug te bekijken via zuiderstad.nl.